Hoi. Hoi. Ik heb vandaag Peggy naast me. In Eindhoven? In Eindhoven, sorry voor een beetje lawaai. We zitten ergens midden in de stad. Voor de kerk. Met onze rug naar de stad. We hebben allemaal ultieme favorieten meegenomen. Dus favorieten die we al vaker hebben gekocht, die we vaker gaan kopen. En favorieten die we iedereen kunnen aanraden. En echt onze ultieme favorieten. Dus. Ja. Ja. Ik begin. Ja. Wat is dit? Waar, met welke categorie begin je? Oh, parfum. Okay. Had ik het eerste vast. Dit is Tom Ford, natuurlijk. De Londen. Londen. Absoluut een rebuy, als die er nog is. Maar ik heb ondertussen een nieuwe Sahara Noir. Okay. Die is wel in de collectie. Die is nog meer oet. Oet. Dus zit goed. Van de komt heel goed. En dat zijn van die zwaardere geuren, al waar je van houdt. Ik hou meer van de zoete geuren en dit is mijn ultieme favoriet. Dat is Jill Sander nummer 4. En het schijnt ook een klassieker te zijn, net als Chanel nummer 5 en dat soort parfums. Maar hier had ik eerst een kleinere versie van en die was zo snel opgegaan. Dus toen heb ik in de aanbieding zo'n grote versie gekocht en die is echt altijd lekker. Oké, dan gaan we naar body. Daar heb ik niks van mee, maar ik kan wel een paar dingen opnoemen hoor. Ik ga niet alles doen. Ja, maakt niet uit welke dat het is, het kan me echt geen... Fuck, pliep, schelen. Molten Brown, douchegel, badspul, wasspul. Yeah. Bath and shower, whatever. Gewoon Molten Brown. Deze is al favoriet van mij sinds ik in Spanje woon. Dus dat is al 14 jaar ongeveer, want wel 7 jaar terug. Johnson Baby Oil voor onder de douche. De Clinique Sparkle Skin, denk ik. Exfoliator. Die vind ik geweldig. Is op. Body scrub. Body scrub, ja. Ik moet een nieuwe, want ik kan er maar één keer ermee doen en dan is die leeg. En die is zo'n muntgeur. Ja. Daar word je helemaal wakker van. En ook al 15 jaar of zo deodorant freak van Lancaster. Old Lancaster cream deodorant. Dit was body. Voor mij. Ik ben mijn deo vergeten, wat ik ook inderdaad laat zien. Ik hou zelf van Garnier Minerale deo's. Dat is iets wat ik eigenlijk elke keer als ik naar Duitsland ga, want in Nederland verkopen ze het niet. Daar sla ik gelijk een voorraadje van in. En ik hou zelf van Rituals Body Scrubs. Die heb ik eigenlijk al bijna altijd, maar ik dacht ik ga zo'n pot niet meeslepen, want ik heb ook wel namelijk op voorraad. Ja, dus dat zijn mijn. De Body Shop heeft ook super leuke producten. Ja, de Body Shop ook heeft ook. Ik kan daar geen ultieme van kiezen. Nee, van kiezen. Dat is gezicht. Gezicht, ja. Mijn oogmake-up remover. Is olievrij, is vannacht en je ziet het ook nog net voor één keer. En dan is die op. Ja, dat is algemene verzorging. Yeah. Ik weet niet, want dat doe ik ook op mijn nagelriem, de 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. Dat stinkt, zeggen vele mensen, maar het werkt. Yeah. Dus het maakt mij echt helemaal niet uit of het nu stinkt of niet. Dan heb ik 2 Pixie producten. Ja, yeah. Ik wist dat je deze zou meenemen, dus daar heb ik bewust niet meegenomen. Ja, okay. Ben je er vandaag mee? Ja. Dat is ook mijn favoriet. De Glow Tonic, maar niet omdat die glowt, maar omdat die reinigt. Ja. Voor mij alleszins. Dat is echt een wondermiddel. Hè? Ja. Alles eraf. Hè? Zeker. Hij vindt echt altijd water. Ook als je geen make-up hebt gedragen of zo, dan ga je eventjes met een watje eroverheen. En nou, je wil niet weten hoe smerig de watje dan eruit ziet. Ja. En hij vindt altijd wat. Ja, en dat is trouwens wel een goede test voor mij altijd. Hoe goed de reiniger, zeg maar, wat ik ervoor gebruik, hoe goed die werkt. Als je met die tonic daarna niks meer vindt, dan is het een goede reiniger geweest. Ja, dan is alles eruit. Ja. En dit is een beauty serum, ook van Pixie. En dat is eigenlijk heel grappig, want het is een serum om over je verzorging te zetten. Dus niet eronder, maar over. Ja. Om het vocht het vast te houden. Het ziet eruit als een primer. Een balmreiniger van Clinique. Ik ben normaal niet zo'n Clinique-fan op huidverzorging en reiniging. Maar ik moet zeggen, ze worden precies alles maar beter. En je hebt zo weinig nodig, dus echt best wel al wat gebruikt hoor. Maar je hebt er bijna niks van nodig. Het smelt zo, dan wordt dat helemaal zacht. Super reiniger. Ik heb dus ook die Pixie Tonic en ik hou ook zelf nog van het merk Ren. Dat is vooral voor een zuivere huid echt een heel goed merk, vooral een natuurlijk merk. En deze crème van L'Occitane waarvan jij vast wel de naam wil lezen. Ik kan dat echt nooit, dat is Frans. Oh, dat had ik geoefend de vorige keer. Nu gaat het niet meer lukken. A l'huile essentielle EO d'Angelique Bio. Ja, voilà. Dus die. Deze. Dit is echt al zoveelste potje van deze crème, maar ik vind het echt de beste moisturizer die er is. En voor het haar? Oh ja, maar dat gaat niemand kennen. Dat is van het merk Relax. En dat is eigenlijk een shampoo voor gekleurd haar. Dus deze is bruin, ja, dat kan je zien. Ik weet niet of je kan zien. Ja, dat denk ik wel, ja.
Dus het is eigenlijk om de kleur op te frissen. Dus na zoveel wasbeurt, dan was mijn kleur altijd af. En dan doe ik 10 minuten die shampoo erin. En niet gaan regenen. We zitten een beetje onder afdakje, een beetje met alcohol. Godstaans ben je. We zitten al tegenover een kerk. Dus deze is eigenlijk een kleuropfrisser. En die koop je bij de kapper. Ja, die koop je bij de kapper. Ik heb twee beetje random favorieten voor mijn haar. Mijn Tangle Teaser. Ik moet deze trouwens wel binnenkort vervangen, zie ik. Want die tandjes die hier worden een beetje heel krom. Maar die, dat is echt een geweldige haarborstel. Ik vind het heel moeilijk voor Ik gebruik hem niet omdat ik dit zo op kan. Ja, maar je hebt hem ook tegenwoordig met een... Met steel. Ja, met steel. Oh, ja. Maar dat, ja, tuurlijk, dat kan er ook nog bij, hè. En ik heb het haarelastiekje, mijn kabelelastiekjes. Deze heb ik vanuit Hongkong meegenomen. Ik ken ze al een paar jaar, maar tegenwoordig zijn ze heel hip. Want één merk heeft er een naam aan verbonden en sindsdien praat iedereen erover. De Invisibobble heet dat volgens mij. Maar in China kun je ze gewoon voor een paar cent kopen. En ze werken geweldig. Er valt er geen... En ze bevatten dus geen, verder geen harde dingen of zo, dus ze beschadigen je haar niet. En ze zijn ook stevig. Ik heb best wel zwaar haar, dus bij mij houdt niet elk elastiekje het, maar deze wel. Make-up? De basis. Oh, basis, wacht. Ja, ik vergeet, de primer is de Hourglass Mineral Veil Primer. Ik breng hem altijd mee van Engeland of Amerika. Mm-hmm. En ja, het is gewoon minerale primer voor het gezicht. En de andere is de Becca Primer. Daar. Die ik net vandaag nog gekregen heb. Ja. Want voor haar werkt die niet. Nee. En voor mij werkt die super. Voor de vette T-zone eigenlijk vooral. Dit is mijn opstapgaan primer. Okay. En voor de ogen, ja, dat is een gemeenschappelijke favoriet. Hè. Kunnen we best een keer laten zien. Vertel jij maar. Ja, de primetime van Bare Minerals. Ik heb er volgens mij een beetje mee aangestoken. Ja. Maar dat is echt de beste oogschaduwprimer. Dit er is beter dan die van Too Faced. Ja, en beter dan absoluut. Alles. En het is een minerale primer, dus dat is ook altijd fijn. Absoluut. Foundation of BB cream heb ik... twee dingen mee, dus de BB van Bobbi Brown, die is de beste BB cream die er is, die is mooi dekkend, ik heb hem op. Ja, hij is ook een matte BB cream, dus ja, dat is echt heel mooi. Een matte BB cream met een goede dekking, dat vind je niet vaak. Vind je niet vaak, nee. Een Estee Lauder Double Wear All Day Glow BB, maar dit is, moet ik even zeggen, het is eigenlijk een light foundation. Ja. Waarom dat ze er BB van gemaakt hebben, ik weet het niet, maar het is echt een light foundation, dus geen echte BB cream. Zoals Tint Jolie van Guerlain bijvoorbeeld, mm-hmm. In die categorie. Ik vind deze super mooi, die geeft een beetje glow, maar ik word er niet vet van. Nee. Ik heb er ook twee, ook een BB cream en een foundation. De foundation is de Immaculate van Hourglass. En dat is ja, de beste matterende foundation ever volgens mij. En de BB cream is de Perfect Cover BB cream van Misha. Ik vind, ja, dat is echt een Aziatische BB cream. En het is ook heel matterend, heel dekkend. Ja, die en, moet ik nog alle twee aanschaffen. Ja, dus die zijn echt, deze trouwens, die wordt poederig terwijl die gewoon eerst... een beetje vloeibaar is dan wat poederig en deze is wel grappig eigenlijk. En meestal wat voor jou werkt voor mij niet en andersom. Ja, behalve onze Bare Minerals. Ja, klopt. Nee, en de Kiehl's moisturizer, weet je nog? Oh ja, en die ook, ja. Ja, dat was ook nog... ja, dat is grappig. Was ook, ja. Zo nu en dan zit het er wel. Zo nu en dan. Ik kom bij het camouflage gebeuren of concealer. Dan zit ik bij Laura Mercier en dat is de Secret Concealer. Het ziet er heel vies uit. Ik word het dagelijks gebruikt natuurlijk. Omdat je niet, ik heb veel lijntjes en dat kruipt er niet in, dat krakeleert niet. En daarover zet ik het Secret Brightening Powder. Nee, die ga ik ook nog eens proberen. Dat is echt super, want onder de ogen mag je niet zo'n dik poeder leggen, want dan zie je dat eronder liggen. Klopt, ja. En dat zie je niet en dat ligt ook wat op. Okay. Dus dat is een wondercombinatie. Ik denk vier backups thuis liggen of zo. Echt? En deze wil ik ook nog even laten zien, want dat was ik de vorige keer trouwens vergeten. Okay. Dat is de BB Hydra Life van Dior. Dat is ogen. BB cream voor ogen. Ja, dat is eigenlijk het kind. Als het kind maar een naam heeft, zeggen ze in België. Het is gewoon een concealer. Hoor. Ja, precies. Een oplichtende concealer. Kijk. Oh, ja. Ja, ik heb nog swatches van Catrice staan die er maar niet afvullen. Goeie. Die vallen er gewoon niet af. De houdbaarheid dus van mijn hand is niet vuil, maar wel geswatcht. En met doekje gevreven, maar het lukt niet. Lisa Eldridge, favorite ook. Oké, okay. Ja. Dat is wel goed. Ik heb geen favoriete concealer. Ik probeer elke keer wat uit. Oké. Blush? Ja, blush. Voor mij is het deze, Nars. Ah ja. De Multiples.
plastic. Ja, ja, precies. En dit is Portofino, dat is een van de donkerste die ik heb, maar ik heb hem eigenlijk niet zo donker. Nee. En ik heb ik er kan ze echt goed drie blenden, vier ja. van. Ja, ja is Cream echt Foundation, goed. Ik vind dat fantastisch. Ik heb hier van de bronzer en die is ook heel fijn om te werken. Zalig, hè? Ja, zeker. Ik heb ook een Nars Blush, dus Nars blijkt wel goed in blush te zijn. En dat is deze, het is een dual blush, maar ik gebruik vooral deze. Dat is de Amour Blush en dat is een beetje rood-roze. Ja, ik gebruik hem echt heel veel, maar dat zie je er echt niet aan. Combinatie van oogpotlood en mascara. Burberry, ik denk dat die Black... Burberry Black Plum of zo heet. Ja. Yeah. Zoiets in die aard. Dat is mijn van paarse oogpotlood. Tak, ja, het is eigenlijk heel donker. Oh, dat ja. is bijna, kijk, het is eigenlijk... Nee, want om zo laat zien. Ja. Ik doe dat niet vaak. En Givenchy Noir Couture, voor mij de beste verlengende en volumegevende mascara. Ik heb wenkbrauwen product. Oh ja. Dat is wel, ja. Dan maar dat. Ik heb geen vaste mascara's. Ik gebruik zelfs vaak de mascara's van L'Oréal bijvoorbeeld. En die is van zijn 9 van de 10 keer wel gewoon goed. Ja. Maar het is geen ultieme favoriet. Oké, okay, misschien een ultiem merk. Maar voor mijn wenkbrauwen gebruik ik, dit is echt mijn ultieme favoriet sinds niet heel lang. Maar op zich gebruik ik hem, ik denk dat het wel een blijvertje is. Dat is de Anastasia Dipbrow Pomade in de kleur blond. En ik gebruik hem echt heel intensief. Ik hoop dat het een beetje te zien is. We zijn ook echt tegen het licht aan het filmen. Maar goed, dat maakt niet uit. Je gaat ook echt heel paraplu openen. Oké, okay, dan hebben we nog minder licht. Dat is deze, een soort van gel liner, maar dan voor je wenkbrauwen. Ik vind het een perfecte blond. Kleur. Ja. Alleen sommige mensen vinden hem iets te warm, maar ik niet. En er is tegenwoordig ook een kleur die heet taupe. Die is wat assiger, maar ik denk dat hij bij mij te assig zou zijn. En ik breng het altijd aan met het kwastje van Anastasia ook. Van Anastasia heet dat. De mijne is opnieuw Hourglass. Is eigenlijk een potlood met een wax erin en ook wel een borsteltje aan de ene kant. En ja, ik gebruik iedere dag soft brunette. De oogschaduws? Oh ja. Ja. De Stila in the Light palette. Dat is denk ik mijn ultieme oogschaduwpalette. Omdat ik de kwaliteit van de oogschaduws top vind van elke oogschaduw. En elke kleur vind ik geweldig en bruikbaar. En dat is dus deze palette. Ik vind hem echt zo mooi. Gewoon alle kleuren. Als ik zelfs al mijn naked paletten zou moeten wegdoen en alleen maar één palette mocht houden, dan zou ik deze houden. Want hier kan ik denk echt elke look mee creëren. Dus dat is echt en voor een mij ultieme favoriet. Is dat Laura Mercier opnieuw. Ja, die ziet niet uit. Die wordt ook heel vaak gebruikt. Ja, dat zie je ook wel. Dit is de artist palette van kerst vorig jaar. Ik heb hem in backup liggen. Maar veel mat, maar ook wel wat shimmery. Ja. Maar niet heel extreem, dus ik kan er nog wel wat mee. Daar ruil ik ook mijn naked palettes voor in. Absoluut. Dat is toppie. Ik heb wel voor de nagels eentje. Jij bent maar niks. Nee, ik heb niks voor de nagels. Ik heb Trint. Dat zit wel een beetje haar op. Trint Nail Repair. Dat is echt, ik geloof het eigenlijk nooit. Ik heb zoveel producten al geprobeerd voor de nagels om ze sterker te maken. Maar echt geen één heeft gewerkt. Op een gegeven moment ben ik ook, toen heb ik nog Trint niet geprobeerd. Omdat ik had gelezen dat er ook slechte ingrediënten in zitten. Nou, dus toen ben ik gegaan naar de acrylnagels en dat was natuurlijk super mooi en alles. En toen ik had het op een gegeven moment eraf gehad, omdat, zij was een zwangerschapsverlof. Ja, zij was inderdaad, die mevrouw die dat bij mij altijd deed, die was mijn zwangerschapsverlof, dus toen had ik ze eraf. Want zelf acryl zetten, dat is me niet gelukt. En toen ging ik maar Trint proberen en dat was echt het enige wat werkte, want ik merkte bijna gelijk resultaat. Dat en ja, het is echt geweldig spul, echt. En toen ben ik speciaal voor mijn bruiloft heb ik alsnog acrylnagels laten zetten en ik had er eigenlijk spijt van. Ik dacht, ik had zulke sterke nagels van mezelf en opeens was ik gewoon weer met acryl begonnen. Dus eigenlijk had ik achteraf gezien gewoon met de Trint moeten doorgaan. En heb je die toen direct terug afgedaan? Ja, toen na mijn bruiloft heb ik met haar wel een afspraak gemaakt dat ik terug zou komen. Toen heb ik haar gewoon afgebeld en ik denk, ja weet je, ik ga gewoon opnieuw met Trint laten uitgroeien dan of zelf afgeveild? Of gewoon zelf afgeveild, die kan er zo eraf trekken. Maar dit is niet schadelijk dan? Dit is schadelijk. Trint is schadelijk, dat is wel. Er zitten, ze zeggen dat er kankerverwekkende stoffen in zitten en dat is dat formaldehyde wat erin zit. Dus, maar het is wel een kuur. Ik heb het veel te lang zelf gebruikt. Ik denk dat ik het
6, 7 maanden denk ik nog stop heb gebruikt, dat is echt veel te lang. Eigenlijk moet je dat zodra je nagels beter wordt er gewoon vanaf. En, en dan vind ik het op zich wel meeval. Nu gebruik ik het niet meer hoor. Als ik merk dat mijn nagels echt wat zwakker en wat brosser worden, dan ga ik het weer opnieuw gebruiken. Maar het is echt het beste wat er is voor je nagels, vooral als je al van alles geprobeerd hebt. Dat waren het, hè? Dat waren het, dat is volgens mij toch. Ja. Dus het waren de ultieme. Ja. En ik denk dat we nu, we toch hier aan de kerk zitten, moeten gaan biechten. Omdat wij zoveel geld uitgeven aan make-up. Want ik denk dat hier net honderden euro's door dit filmpje gevlogen zijn. Dat denk ik ook wel. Beautybloggers of niet? Nee, ik kan het zeggen. Dat doen we omdat, beautylovers, het onze, eigenlijk. Omdat het onze grootste hobby is. Dus ja. We hebben een goede reden hiervoor. Ja, absoluut. Het is nog altijd goedkoper dan... Formule 1 wagen gaan we weer op die tour. We hadden het al een keer in een video gezegd. Het is altijd gewoon weer dan met het paard rijden. En de golven. Ik weet niet hoe dat is. Als je een keer gaat uittellen, dan denk ik dat we wel 3 jaar een abonnement hebben. Maar wat tegen golven of zo. Nou, dankjewel voor het kijken. En laat ons trouwens nog weten als jullie nog een leuke video, een leuke tag of zo met ons willen hebben. Of wat dan ook, als jullie nog gewoon een idee hebben voor een filmpje samen. Ja. Er is trouwens een politiewagen die wegrijdt. Het is een politieauto. Oké. Moet maar, want wij komen namelijk binnenkort heel bij elkaar. Dus dat, misschien kunnen we nog wat leuks filmen. Dus, laat ons weten en we gaan. Doeg.